Ik hoor er helemaal niks van. Vroeg je wat? Nou ja, ik zei alleen nog maar goedenavond. Ik wil even weten hoe het met je is. Morgen. Morgen. Hoe gaat het? Ja, oh, moest goed. Gaat goed, hoor, met jou? Ja, uitstekend. Mijn overwinning van vanavond. Dirk, goedenavond. Ik hoor er helemaal niks van. Vroeg je wat? Nou ja, ik zei alleen nog maar goedenavond. Ik wil even weten hoe het met je is. Morgen. Morgen. Hoe gaat het? Ja, oh, moest goed. Gaat goed, hoor, met jou? Ja, uitstekend. Je hebt met 6-3 gewonnen van Christopher Ratajski. Hoe vond je dat het ging? Ja, best toevallig. Ik denk dat ik best wel goede dingen deed, maar ik deed ook slechte dingen. Dus, ja, dat moet ik. Price, ik weet niet of je het gevolgd hebt vandaag op zijn social media account. Hij is ziek, zwak en misselijk. Ja. Ik heb ook een allergische reactie. Alles goed, weet je. Ik noem dat soort dingen allemaal niet. En ik voel me ook niet topfit. Maar weet je, dus als je aan boord staat, heb je er allemaal geen last van. Dan is het gewoon wedstrijd, adrenaline. En voel je niks van je klachten, denk ik zelf. En ja, ik ga er gewoon vanuit dat hij gewoon heel goed gaat gooien tegen mij. Dat doet hij bijna altijd. Dus ik hou geen rekening met een zwakke prijs, hoor. Nee, oké. Okay. Hey, nog één serieus dingetje. Hebben wij hier vanavond aan tafel ook al een paar keer overlopen filosoferen. Er zijn nog 4 plaatsen over voor die Premier League. Nou, weten we dat. Houd toch op. Nou, ik heb het idee dat Dirk daar niet over wil praten. Nee, wil je daar niks over zeggen, jongen? Nou ja, heel eerlijk. Ik heb voor mezelf. Ik was in de buurt dat ik goed WK moet spelen. Heb ik niet gedaan. Joop. Jammer, ik heb dat gewoon lekker uit mijn hoofd gezet. Ik was er ook nooit helemaal mee bezig, hoor. Maar ik wist gewoon, als ik op het WK niet van vergeven win, ga ik gewoon niet bij zitten, punt. En ja, dan kan je zeggen, ja, als je dan de Masters wint, ja, dan zit je er wel bij. Ja, ja, weet je, ze blijven bezig. Dat is geen gegeven, dat is niet makkelijk. Er doen heel veel goede spelers mee. Dus ik vind het allemaal verspilde energie. Wat ze, oh, gaan we eten, Michael? Laat me nou eens weer rust. Is dat Michael van Gerwen? Ja, joh, die zitten alle interviews te verpesten. Oh. Nou, wat gaan jullie eten? Ik vind het wel gezellig. Wat gaan jullie eten? Steakhouse, denk ik. Steakhouse. Nou, eet smakelijk. Doe Michael de groeten namens ons. En we gaan je morgen zien en spreken. En veel succes in de volgende ronde tegen Gerwin Price. Goed, Bart. Tot ziens. Yo, later. Volgende keer jij deze op, hè? Ja, maar ze ziet er een beetje raar uit in de televisiestudio. Ja, het ziet er heel gek uit, hè? Ja. Nou, mazzel. Dag. Gelijk thuis, hè? Dag.